Vet gezond. Op basis van Neil kregen de kinderen voedingsles van voedingsgoeroe Gerrit. Ik wil het met jullie hebben over voeding. Want als jullie niet voldoende voeding hebben, ga je dood. Maar ben maar niet bang, want hier in Nederland heb je genoeg voeding voor iedereen. Dat klopt. Kijk maar, klas. Oh, lekker. Maar niet alle voeding is gezond. Ja, want chips is heel ongezond, hè? Ja, want er zijn ook nog eens heel veel smaken van. Bolognese, naturel, paprika, homkaas, cheese onion, barbecue. Het water liep de kinderen in de mond. Wie van jullie houdt er wel een beetje van ongezond eten? Ik en Mike eet alleen maar gezonde dingen thuis. Wat eet je dan allemaal? Op maandag eten we sla, op dinsdag misschien een tomaatje erbij. Hij schreeuwde goeroe op dat ze wel heel eenzijdig had. Mama, wat eten we vandaag? Nou, we eten vandaag een heerlijke paprikasalade. Kunnen we niet een keer frietjes of paprika chips eten? Hoezo paprika chips, als je ook de echte paprika kan eten? Ook een andere gezonde leerling dacht aan zijn thuissituatie. Hé, hey, Sjart, gaan we vanavond iets gezond eten? Natuurlijk, ja, wil wel dat ze gespierd blijft. Ja. Mam, kriegen we vanavond wat friet? Ja, groene friet. Selderij. De goeroe schrok een beetje van de gezonde verhalen. Maar wij hebben thuis altijd frikandellen, hamburgers. Door dit vrouw kreeg weer iemand een flashback. Mam, wat eten we vandaag? Friet. En morgen? Ook friet. Eten we dan de hele week friet? Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag eten we pizza. Bij andere gezinnen werd juist weer heel ongezond gegeten. Ja, lekker avondeten. Ja, dat heb ik lekker gekookt, hè. Ik schrik hiervan. Weet wat je eet en hoef je niet op dieet. Tjaka! Ja, jongens. Tjaka! Tjaka! Nu het pauze was, moesten de kinderen toch een normale pauze opeten. Heb jij komkommer? Wil je ruilen? Nee, ik heb hier niet zo zin in paprika. Eén groep kinderen zag alles gebeuren. Moet je kijken, die dikzak daar, die zit alleen maar te vreten. Moet jij het ook veel lekker? Dat ziet echt niet uit wat hun doen. Alweer komkommer. En die gezonde daar, die met die paprika en die komkommer. Oh ja, inderdaad. Wat een gekke mensen hier. Kom, we gaan ze uitlachen. De slimme kinderen zagen dit ook. Het is toch wat met die glasloten van ons? Ja, ze leven veel te ongezond. Misschien kunnen wij met onze slimme koppen wel iets bedenken. Hier komen we nog op terug, jongens. De juf ging naar het voedingscentrum. De kinderen uit de klas zijn veel te ongezond. Jullie moeten me helpen. Professor Schroot gaat het voor jullie regelen. Professor Schroot? Ja, dat ben ik. Yes! De professoren gingen aan de slag om een gezond voedingsmiddel te creëren. Een McDonald's kwadraat is 100 kilo plus. Nou, de cumulatieve frequentie van een hamburger is dus gelijk aan de formule van Albert Einstein. E is mc kwadraat, is veel te hoog en ongezond. De formule! Yes! Hey! Jongens en meisjes, ik heb goed nieuws. De mensen van het voedingscentrum zijn er. De mensen van het voedingscentrum hadden goed nieuws meegebracht. Volgens mij hebben jullie goed nieuws voor ons, of niet? Jazeker, we hebben iets voor jullie ontwikkeld. Een middel waardoor jullie veel gezonder kunnen leven. Ik presenteer... het nieuwe superfood, het ultra voedingsmiddel. Dat is geweldig, we willen het nu meteen gebruiken. Rekenen we nu maar niet af. 100.000 euro. Wat? 100.000 euro? Maar dat hebben we helemaal niet. Pech gehad, dan gaan we weer. Helaas was het plan van de juf mislukt. Die zal ook altijd dik blijven. Die kunnen we nooit meer gezonder leven. Maar ik heb een superslim idee. Ja, we hadden al verwacht dat dit zou gebeuren. Wij zijn superslim, wij hebben een goed idee. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een hele goede app. Ik heb een hele handige app ontwikkeld. Zo, die is vet. Echt cool, man. Echt amazing. En die app ga ik nu jullie laten zien. Met deze app konden de kinderen hun voeding goed in de gaten houden. Oké, dan gaan we nu met z'n allen deze app downloaden. Iedereen was enthousiast en kon niet wachten om te beginnen met het gebruiken van deze app. In de pauze zat de andere klas nieuwsgierig naar de kinderen te kijken. Hé, dat is slim, ze ruilen hun eten om. Het schijnt dat ze een app hebben ontwikkeld. Inderdaad, dat ze gezonder kunnen leven. De kinderen ruilden nu vaker hun voedsel, zodat ze gevarieerder konden eten. Wil jij mijn paprika?
Dan krijg jij mijn McDonald's eten. De app werd wereldberoemd en kwam zelfs op het nieuws. Dames en heren, ik sta live bij Baas Toneel, waar een groepje kinderen een app heeft ontwikkeld. Het resultaat van de klas was na een paar weken erg goed te zien.